Yo mensen, welkom bij aflevering 2 van de Career Mode Final. We gaan verder met de vorige aflevering. We hebben dus de pre-season finale gehaald en afgesloten en net niet gewonnen van Nice. Voor vandaag staat op het programma de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De derby van Rotterdam dit jaar in FIFA 20. En ook de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Die zullen we simuleren. En voor de volgende aflevering staat dus de wedstrijd van FC Utrecht thuis op het programma. En we hebben dan de uitwedstrijd tegen AZ Alkmaar. En dat zijn toch meteen twee kraker van wedstrijden. Goed, vorige aflevering waren we dicht bij een verkoop van zowel Erik Bottigin als Renato Tapia. In ieder geval, nou krijgen we het berichtje dat Atletiek Club de Bouwbouw graag Bottigin heeft over willen nemen. En ook Renato Tapia is verkocht. En daarmee hebben we toch voor twee niet-basisspelers met een aardig budget opgehaald. In ieder geval, dat zal wel ruimte maken in ons transferbudget, zodat wij natuurlijk wel wat kunnen gaan doen op die transfermarkt. Want we willen natuurlijk wel dat gat dichten met PSV, Ajax en eigenlijk ook wel een beetje AZ, wat misschien wel een beetje op ons voor ligt. Ook hebben we het eerste scoutrapport en eigenlijk alleen Thijs de Haan is een beetje nog opmerkelijk te noemen uit dit verslag. Zowel als FIFA 19 waren eigenlijk een beetje de namen wel hetzelfde. Dus ik hoop wel dat er nog wel een andere namen ook zullen verschijnen op de scoutrapport, zeg maar. Als we eventjes naar ons budget kijken, dan zien we dat we nou in kas hebben met Renato Tapia en Erik Bottigin verkocht te hebben. Zien we dat we zo 26,8 miljoen euro in kas hebben. Dat is natuurlijk wel een aardig bedrag en ik ben zeker wel van mening dat we dat ook echt wel gaan spenderen. Dus we gaan in ieder geval wel deze aflevering wel wat vuurwerk verwachten op die transfermarkt. In ieder geval met de verkoop van Erik Bottigin en ook als we dus al een beetje vooruit gaan kijken, zien we wel dat we wel een versterking achterin moeten hebben. Natuurlijk wel een jongere speler en voor de voorhoede zullen we misschien ook wel een en ander kunnen gaan doen. Nou, in ieder geval 26,8 miljoen euro in kas hebben. Met dus die 26,8 miljoen euro in kas gaan we ons deze aflevering melden bij AZ voor ons main target Calvin Stengs. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel we uiteindelijk moeten gaan betalen. Maar Calvin Stengs blijft dus wel ons main target op de transfermarkt deze transferperiode. Ook de trainingen die gaan gewoon door voor de talenten van Feyenoord. In ieder geval, die gaan prima. Dylan Vente en Kokcu maken in ieder geval een prima ontwikkeling door. En dat is natuurlijk wel veelbelovend voor het begin van dit seizoen. In ieder geval ook zeker weten voor Dylan Vente. Hij zal echt wel dit seizoen zijn kansen moeten pakken in het eerste elftal. In ieder geval voor Kokcu, die komt wel in aanmerking voor natuurlijk een basisplek in Feyenoord 1. Dus voor hem zal dit ook zijn debuutseizoen worden bij de grootmacht uit Rotterdam. In ieder geval, we hebben een aantal transferaanbiedingen gekregen voor de talenten van Feyenoord. Daar gaan we in ieder geval niet op in, want we gaan die talenten het eerste jaar zeker eens eventjes trainen. En dan gaan we kijken met wie we verder gaan of niet. Ook voor Wouter Burgers aardig wat interesse. In ieder geval AZ, die melden zich ook voor Woutje Burger. En hem gaan we ook niet laten gaan. In ieder geval zeker niet voor een uitleenperiode hem. Hij zal ook nog wel aan trainen komen dadelijk. Dus we gaan nou eens zien in hoeverre zijn ontwikkeling zal gaan bij Feyenoord. Goed, we naderen dus zondag 4 augustus. En dat betekent de start van de competitie tegen Sparta Rotterdam. De derby van Rotterdam. En eerst voor de wedstrijd hebben we natuurlijk ook onze persconferentie. Ook onze allereerste persconferentie. Dus ik ben eens benieuwd wat voor vragen op ons afgevuurd worden. In ieder geval, daar zit hij dan hoor. De start van de competitie. In ieder geval het begin van hopelijk een heel mooi seizoen voor Feyenoord. Feyenoord was tijdens het voorseizoen in vorm. Wat voor invloed heeft het voorseizoen op de selectie? Ja, dan gaan we zeggen, ik geloof in mijn team. Tuurlijk, ik geloof in onze ploeg. We hebben een goede ploeg, maar het zal zeker een laatste seizoen worden voor Feyenoord. Kijk, daar bovenin zie je ook dat in ieder geval dit antwoord het moreel van het groep in ieder geval goed doet. Kan het team zich kwalificeren voor Europees voetbal? Dat wordt zeker weten heel lastig. Zeker met een AZ, met een Utrecht, maar ook met een Vitesse wat echt nog wel een zou kunnen verrassen. Zeker ook omdat zij best wel een hoog transferbudget hebben. Waarom laat je Habs in de basis spelen?
Ja, schijnbaar had hij het slecht gedaan tijdens de preseason. Maar Habs blijft gewoon onze linksback. In ieder geval zeker weten van vaste waarde voor Feyenoord 1. Tyron Malencia, die komt er natuurlijk ook. En die klopt zeker op de deur. En die gaat ook echt wel een minuut krijgen. Maar Habs blijft echt wel onze vaste linksback dit seizoen. In ieder geval zeker weten voor een start van de competitie. Tot misschien Tyron Malencia wel. Tot dezelfde hoogte is goed. Dat was het voor deze persconferentie. In ieder geval niet heel veel spectaculaire vragen gehad. In ieder geval, het team Moreel heeft het goed gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk wel belangrijk voor ons om voor ogen te houden in die persconferenties. Goed, we krijgen ook een berichtje van Habs. Ja, die is er wel blij mee. En ook een berichtje van Ayoub. Ja, Habs die gaat natuurlijk wel een beetje geruststellen. Want Habs die hoeft zich echt niet zorgen te maken om zijn basisplek bij Feyenoord 1. In ieder geval, Tyron Malencia, die is behoorlijk druistig nog. En ja, die is nog niet van het niveau van Habs. Dus ja, ik ga dit zeggen op Habs. Ik ergens het moreel, dat gaat echt wel fors omhoog met dit antwoord. Dus daar ben ik wel blij mee. Want Habs is zeker weten een belangrijke kracht in onze selectie. Goed, voor Ayoub is natuurlijk wel een ander verhaal. Ja, we gaan gewoon eerlijk zijn tegen Ayoub. Ik bedoel, hij zal echt wel kansen krijgen dit seizoen. En die zal hij moeten pakken. En anders zal zijn toekomst bij Feyenoord misschien ook na het seizoen wel stoppen. Wie weet, dat weet je natuurlijk nooit. In ieder geval, Ayoub is wel een technische speler. Dus misschien wel in onze filosofie kan dit wel eens van pas komen. In ieder geval, we gaan het zien hoe dat Ayoub het ook gaat invullen in dadelijk de wedstrijden natuurlijk zelf. Goed, de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. We gaan de competitie openen. Thuis tegen Sparta en de promovendus uit Rotterdam. Natuurlijk blij om Sparta weer in eredivisie te zijn. En als we ook even de ranglijst erbij pakken, zien we dat PSV, Ajax en Willem II hun eerste wedstrijd gewonnen hebben. En dat VVV, RKC, Groningen en FC Emmen dus gelijk gespeeld hebben. De eerste wedstrijd in ieder geval aan ons om dus bij dat rijtje van PSV, Ajax en Willem II te komen uiteindelijk. De opstellingen dus aan de kant van Feyenoord. Eigenlijk geen verrassingen wat we hebben gezegd. In ieder geval Larsson, Jurgensen en Berghuis in de voorhoede. Kukcu, Toornstra op het middenveld. Ver met de punten achter. Onze aanvoerder natuurlijk dit seizoen. Habs, Senesi, Van der Heijden en Karsdorp. Onze achterhoede en op doel Kenneth Vermeer. In ieder geval, ik verwacht van deze wedstrijd dat Feyenoord de betere partij zal zijn. En hopelijk kunnen we Sparta gewoon vastzetten. En vanaf de eerste minuut dat we gewoon goede druk geven, goede pressing geven. En dat we in ieder geval Sparta het behoorlijk lastig kunnen gaan maken deze wedstrijd. In ieder geval, ik hoop dat we een heel mooi resultaat kunnen neerzetten. En dat zal natuurlijk wel onze start in ieder geval kracht bijzetten. Om in ieder geval Feyenoord dit jaar naar dat Europees voetbal te leiden. In ieder geval, we gaan beginnen Feyenoord tegen Sparta. In ieder geval dit jaar met dus Sier de Vos en Jeroen Grutter in ieder geval. Ik zal even ten apel aan Jurie Mulder eigenlijk wel eventjes missen hoor. Maar Sier de Vos die maakt er wel behoorlijk een show van. Maar het moest er natuurlijk wel een keer van komen dat zij natuurlijk van plaats zouden wisselen. In ieder geval Sier de Vos en Jeroen Grutter dit jaar in FIFA en Core geraakt. Wat jullie er ook van vinden in ieder geval. Ik moet er wel nog eventjes aan wennen. Maar goed, we gaan dus de competitie openen vandaag thuis tegen Sparta Rotterdam. De Kuip die ziet er behoorlijk goed gevuld uit. Dat is natuurlijk mooi om te zien. Op de bank voor de wedstrijd zijn Bijlo, Geertruda, Malencia, Ayoub, Narsin, Sinisterra en Dylan Vente. In ieder geval Vente die zich prima ontwikkelt door de trainingen. En ook Kukcu. Kukcu dus in de basis en Dylan Vente op de bank. Larsson, Jurgensen en Berghuis zullen deze wedstrijd behoorlijk wat vuurwerk moeten geven. Om in ieder geval de achterhoede van Sparta het zo snel mogelijk lastig te kunnen gaan maken. Lars Veldwijk staat in de basis bij Sparta en ook Brian Smeets. Dus ja, ik ben ook eens benieuwd wat Sparta en hoe Ultimate is dit jaar op FIFA 20 op de career mode. We gaan het allemaal zien. De aftrap van Feyenoord tegen Sparta is onderweg. En Feyenoord opent het nieuwe seizoen dus thuis tegen Sparta. Goed, de eerste aanval was eigenlijk vrij snel van Feyenoord. Jurgensen schot geblokt door Jurgen Martijn. Jurgensen die kan zo doorlopen en schuift heel beheerst de 1-0 binnen. En Feyenoord leidt al na 5 minuten thuis tegen Sparta Rotterdam. Ja, en dit belooft, kijk eens natuurlijk die supporters van Feyenoord na. Dit belooft natuurlijk wel een wedstrijd te worden dat we ons flink zouden kunnen gaan uitpakken. In ieder geval de start, die is perfect. Jurgensen die schiet tegen Martijn aan. Martijn die valt achteruit en die bal, ja, die ligt daar. En Jurgensen kan zo naar het doel toe lopen. En dus hij maakt dus zijn eerste doelpunt dit seizoen
voor Feyenoord. En ik ben ook eens benieuwd hoeveel Nicolai Jurgensen er dus gaat maken voor de Rotterdammers. Sparta dus een heel vroege achterstand. En ja, het spelbeeld is hier uiteindelijk heel duidelijk. Sparta met de rug tegen de muur. Feyenoord probeert ze er doorheen te voetballen. Hier met Kutju, Jurgensen. Kutju. Niet veel ruimte, Kutju. Ja, en dan toch van de bal gelopen. Smeets met de omschakeling. Waaruit Sparta toch wel gevaarlijk is. Maar hier goed doorzien door Haps. Jurgensen komt er net niet bij. Feyenoord dus de vele betere partij thuis tegen Sparta. Kutju, Jurgensen, goede combinatie. Tussen deze twee Kutju schot geblokt. En die bal wordt goed geblokt. Pas een eindstation bereikt. Lars Veldwijk. Ja, had in een sprinter wel met Van der Heijden. Smeets. Smeets met het balletje. En goed verdedigd dit door Jan-Arie Van der Heijden. Hopelijk heeft het vertrouwen in hem duidelijk goed gedaan. Nou, daar gaat Sparta weer op. Met toch weer een kans voor de Rotterdammers. Daar is Haps. En daar is Senesi. En Leroy Fer, die lost dat probleem goed op. En dan kunnen we nog een keer omschakelen. Zo'n 5 minuten voor rust is het Berghuis met omschakeling. Berghuis, Jurgensen, het balletje is goed. Berghuis en goed verdedigd hier door Sparta. De laatste kans in hier snel dan. Kukju. Kijk eens een goede steekbal. Berghuis komt dan naar binnen toe. Berghuis met een voorzetje. En goed gekiept. Dan zit het erop. Rust Feyenoord lijn met 1-0 door een vroege goal van Nicolai Jurgensen. Het spelbeeld is duidelijk. Feyenoord is de betere partij. Het voetbal is aardig een klein beetje slordig met vlagen. Maar Sparta houdt in ieder geval nog goed dicht. En is natuurlijk wel zeker weten gevaarlijk in de omschakeling. In ieder geval de goal van Jurgensen. Die bracht wel een beetje rust. Want daardoor heb je natuurlijk wel dat je de wedstrijd in ieder geval ietsjes relaxter in gaat. Wat gaat hier de tweede helft al vroeg de kans voor Sparta. Kijk eens. Nou, dat komt eigenlijk maar net goed uit dit. Hij onderschept die nog een tweede aanval dan. Torres, Lars Veldwijk. Nou, en Vermeer, oh kijk eens, klasse redding. Zeg, hij moet echt wel aan de bak hier even. Kenneth Vermeer houdt Feyenoord alsnog op 1-0. Haps, Jurgensen. Gebruikt goed zijn lichaam. Nou kijk eens, het is echt wel druk daar hoor. Torres, het verschot? Nee, ook niet echt. Torres, Leroy Fer. Oh, lekkere knal van Leroy Fer. Dat zou kunnen in zijn oude dagen. In ieder geval als er rond de 70ste minuut komt Sinisterra. En ook Ayoub komt in het veld. Voor Larsson en Kukju. Torenstra. De omschakeling van Feyenoord. Ayoub. Jurgensen. Ayoub heeft behoorlijk wel wat dreiging in zijn spel hoor. Sinisterra. Hij ook, hij is echt wel snel. Sinisterra, Haps, met een goede voorzet. Jurgensen komt eruit, buiten spelpositie. En ja, dan is dit buiten spel. Ja. Helaas, helaas. 80 minuten op de klok. En Dylan Vente mag ook zijn entree dit seizoen. Om dus seizoen 2020 in te gaan. Dylan Vente onder luid applaus vervangt hij Nicolai Jurgensen. Lange trap van de Sparta doelman. En het thuispubliek laat van zich horen. Doornstra, Feyenoord bouwt aan de volgende aanval. Berghuis. Berghuis. Knappe aanval. Sinisterra. Oh, dit had toch 2-0 kunnen zijn voor Feyenoord. Ja, dit ziet de legioen natuurlijk graag. Doornstra, nog 5 minuten op de klok. Ayoub. Haps. Dit is natuurlijk nou 2-0 maken, dan is het gedaan. Leroy Fer. Daar is Doornstra. Ruimte voor het schot? Nee. Voorzien door Sparta. Ver pikt de bal op. Leroy Ver. Ayoub. Dylan Vente. Ja, het is 2-0 en Feyenoord. Feyenoord wint zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Mede dankzij hem. Dylan Vente. Een goed balletje ook van Ayoub. Ver. Die pikt die bal op. De druk is hoog. Sparta komt er niet uit. En Vente schiet die bal perfect binnen. Het is 2-0. En Feyenoord gaat zijn eerste wedstrijd van het seizoen winnen van Sparta. Goeie beslissing. Ja, goede goal. En ook lekker voor hem om gewoon de eerste wedstrijd van het seizoen meteen te scoren. Dylan Vente zet Feyenoord op 2-0. Nog een late ingooi voor Sparta. De blessuretijd is inmiddels ingegaan. Karsdorp kunnen we nog een keer omschakelen met z'n allen. Dylan Vente nou een goede steekbal geven. Ruimte voor de Ayoub. Vente. Ja, Berghuis, daar gaat hij al hoor. Berghuis die kan lekker dribbelen. Berghuis komt naar binnen toe. Met R1, goed druk je dit? Berghuis, Vente, met zijn tweede! Oh nee, geen tweede voor Dylan Vente.
Nu gaan we verder schieten misschien. Hij gaat schieten. Nee, zwakjes. Nog een kans voor Feyenoord, Torenstra. Nee, het zit erop. Feyenoord wint zijn eerste wedstrijd van het seizoen met 2-0 van Sparta en mag daarmee toch wel tevreden zijn over een goed resultaat. Het spel was toch een beetje slordig met vlagen, maar in ieder geval prima spel. De intentie was goed, maar het kan zeker weten beter. In ieder geval hadden we echt wel meer goals kunnen maken. Maar ja, Sparta was toch een aantal keer gevaarlijk in de omschakeling. In ieder geval, de jongens mogen natuurlijk trots zijn. Ver heeft het prima gedaan als aanvoerder. Als nieuwe aanvoerder van dit Feyenoord. En ja, het duurt natuurlijk ook eventjes voordat je voordat onze tactiek ook in de ploeg zit. Het is natuurlijk voor mij ook eventjes wennen om met die Feyenoord spelers te spelen natuurlijk. Dan komt Hans Kraai met de microfoon natuurlijk aan van Kraai Sports. En ik ben eens benieuwd. Hoe blij ben je met je eerste overwinning als manager van Feyenoord? Ja, die jongens hebben me 100% gegeven, is nog niet veel te doen. Of er komt nog iets nog meer moois aan, ja. Ja, het was natuurlijk een goed resultaat. Het is natuurlijk prima dat je met 2-0 wint thuis van Sparta. Natuurlijk hadden we wel ietsjes meer uit kunnen pakken. Maar natuurlijk ook weer de vragen over Haps. Ja, ik snap niet waarom dat hij eigenlijk zo ter discussie staat. Ja, het is toch maar het begin voor Haps, denk ik. Ja. Hapsi, lekker man. Zeker Haps, belangrijke speler voor ons. Absoluut. Misschien ook wel dadelijk dat hij opgeroepen wordt voor het Nederlands elftal. U zal dat weten. Heeft Haps goed genoeg gespeeld? Ja, natuurlijk Haps prima gespeeld. Ja, dat moet de volhouder of zijn veerkracht. Meer zijn veerkracht prijzen dan. Ja, Haps, kijk eens, zijn moreel doet het natuurlijk goed. En ik ben nog eens benieuwd of dit dan ook zijn algemeen omhoog gaat. Wel, Hans Kraai, bedankt voor dit interview. En het zit erop. Feyenoord wint de eerste wedstrijd van het seizoen probleemloos van Sparta Rotterdam. Als we eventjes naar de ranglijst kijken, dan zien we dat AZ, Utrecht, Feyenoord, PSV, Ajax en Willem II dus... Oh nee, ook Heerenveen. Bij dus die top 7, alles heeft gewonnen. AZ gaat met doelsaldo aan kop. Goed, we hebben natuurlijk ook een melding van Ayoub. Ja, Ayoub die moet gewoon lekker zo door blijven gaan. Hij gaf trouwens de assist op Dylan Venter. Dus natuurlijk prima voor Ayoub. Hoe die uiteindelijk zijn invalbeurt. Ja, kijk eens het moreel van jou. Ayoub, prima. Goed gedaan, Yassine Ayoub. Goed, we hebben dus gezegd. We gaan iets doen op de transfermarkt. Tuurlijk, Kiana Hoover heeft het natuurlijk met vlagen al een aantal keren in Liverpool 1 kunnen ruiken. In ieder geval, hij gaan we proberen te halen. De speler die uit de jeugd kwam, notabene van Ajax, dat heb ik even nagezocht. Maar ik hoop niet dat dat het probleem is voor die Feyenoord aanhang. In ieder geval, ik zie Kiana Hoover natuurlijk wel langzaam in dat Feyenoord 1 groeien. En natuurlijk ook misschien wel een plek centraal achterin. Natuurlijk met de vertrokken Erik Bottegien. Dus, zijn waarde is natuurlijk wel omhoog gegaan. Zeker ook omdat hij in de Engelse beker voor Liverpool een aantal keer gespeeld heeft. In ieder geval, we gaan €3 miljoen bieden op Kiana Hoover, de 17-jarige speler van Liverpool. Die staat dat hij rechtsback is, maar volgens mij kan hij ook makkelijk in het centrum van de verdediging spelen. Dus ik hoop in ieder geval dat we zo snel mogelijk met Hoover rond kunnen komen. In ieder geval, Jurgen Klopp stemt erbij in, de handen worden geschud. En Kiana Hoover kan voor €3 miljoen... overgekomen naar Feyenoord. Met dus de wedstrijd van Heerenveen in het verschiet. Hopen natuurlijk Hoever te kunnen contracteren. Kijk eens wederom, de setting in het restaurant is natuurlijk prima. En natuurlijk Hoever is natuurlijk ook wel een speler voor de toekomst. We hebben natuurlijk ook Gertruda, de talentvolle centrale verdediger. Maar ik denk ook zeker weten dat het aantrekken van Kiana Hoever natuurlijk onze selectie gewoon heel goed zou doen. Het salaris van Kiana Hoever, ja, we gaan natuurlijk wel 2500 per maand geven. Daarmee zal hij natuurlijk uiteindelijk instemmen. De contractduur 5 jaar, dus een speler wel voor de toekomst. En zijn rol in de ploeg is dus rotatie. In ieder geval, hij wordt gewoon langzaam gebracht. En we gaan gewoon zien wat Hoever, hoe die zich ook gaat ontwikkelen. In ieder geval, ik ben heel blij dat Hoever onze eerste nieuwe aanwinst is. Hij zal gewoon ook spelen met rug nummer 51 die hij overneemt van Liverpool, waar hij dat ook droeg. In ieder geval, de speler
uit de jeugd van Ajax uiteindelijk. Nou, in Feyenoord 1. Hoe mooi is dat? En hopelijk gaat Kiana Hoever een mooie toekomst tegemoet in Rotterdam. Met dus het aantrekken van Hoever hebben we ook onze eerste transferacties gedaan. En ja, ik ben gewoon heel blij met het aantrekken van Hoever. In ieder geval 3 miljoen euro heeft ons dat gekost. En hopelijk is hij gewoon ook voor de toekomst een speler voor Feyenoord 1. Goed, Justin Bijlo is wel aardig in trek. In ieder geval hier een transferaanbod voor 9 miljoen euro. Dat is natuurlijk wel verleidelijk, maar ik zie Justin Bijlo echt wel de toekomstige doelman ook van Feyenoord 1. Nu wel ook een speler die uit de jeugd komt van de Rotterdammers. In ieder geval, hij zal wel op misschien wel de helft van dit seizoen Kenneth Vermeer gaan vervangen. In ieder geval, we hebben de Bottles afgewezen van Huddersfield Town. Goed, de wedstrijd tegen Heerenveen. We hebben gezegd, die gaan we simuleren. Heerenveen is ook de eerste wedstrijd gewonnen. Als we de standen de ranglijst bekijken, zien we dus dat Heerenveen op plek 7 staat en Feyenoord op plek 5. Ajax die heeft dus ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Dus mochten we deze wedstrijd winnen of gelijkspelen, dan komen we met Willem 2 op plek 2 en 3. En winnen we dat, dan sluiten we ons dus aan bij Ajax. Het zal natuurlijk echt wel een hele lastige wedstrijd worden in het Abellandse Stadion. In ieder geval, we gaan hem simuleren. Heerenveen tegen Feyenoord. Fingers crossed. 1-1. Nou ja, uiteindelijk goed resultaat. Kukcu scoorde. Nou, prima. Jammer dat we niet gewonnen hebben, maar daarmee hadden we wel mooi kunnen aansluiten bij Ajax. Maar in ieder geval, een 1-1 gelijk spel uit bij Heerenveen is natuurlijk wel een goed resultaat. Goed, zeker ook met de wedstrijden die dadelijk komen. In ieder geval voor de volgende aflevering, die we dus ook zeker weten gaan spelen. Dan gaan we de wedstrijd tegen AZ en tegen Utrecht spelen. In ieder geval, als we nou de standaard ranglijst erbij pakken, zien we dus dat we op plek 5 staan. En dat is natuurlijk wel gewoon prima. Goede start, denk ik. Utrecht, PSV, Ajax en AZ doen het natuurlijk prima. Zij hebben hun eerste twee wedstrijden beide gewonnen. Goed, de trainingen die gaan gewoon door. En we hebben al gezegd, Vente en Kukcu maken de goede ontwikkeling door. En dat is natuurlijk ook te zien, zodat ze weer een puntje omhoog gaan. Dat is natuurlijk altijd lekker om te zien in ieder geval. Hopelijk kunnen ze deze lijn zo lang mogelijk vasthouden. Goed, we gaan natuurlijk verder om in de maand augustus. En dat betekent ook dat we dus misschien nog eens bij AZ gaan aankloppen. Want we willen natuurlijk Kevin Stanks gaan halen. En ik ben bang dat we wel flink in de buidel moeten gaan tasten voor Kevin Stanks. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is. Het is noodzakelijk en hij is het ook zeker weten waard. Dus we gaan ons met 20 miljoen euro melden bij AZ. En ik ben heel benieuwd wat ze daarvan gaan vinden. In ieder geval, ze zullen wel niet blij mee zijn dat in ieder geval hun topspeler naar een directe concurrent als Feyenoord vertrekt. Maar het is dus voor Feyenoord cruciaal om nou Kelvin Stanks binnen te halen. In ieder geval, het is echt wel een hele grote meneer bij AZ al inmiddels. En ik ben ook wel van mening dat hij zo snel mogelijk ook bij het Nederlands elftal moet komen. Want dit is natuurlijk wel een uitzonderlijk talent, Kelvin Stanks. Zijn huidige waarde staat op 11 miljoen euro. Maar ik ben wel van mening als hij dadelijk op Old Trafford een goede wedstrijd gaat spelen met Boadou samen. Dan stijgt hij absoluut naar de 25 à 30 miljoen euro misschien wel. Dus we gaan nou een transfersom aanbieden van 20 miljoen euro. En daarmee zal Kelvin Stanks een van de allerduurste aankopen aller tijden worden van Feyenoord. En in ieder geval, daarmee zal een record gebroken gaan worden in Rotterdam. Maar nogmaals, Feyenoord heeft niet de uitgangspositie als een Ajax en een PSV. Dus in ieder geval, we hebben twee spelers verkocht, Renato Tapia en Botteguin. En zullen daarbij ons resterende transferbedrag, budget eigenlijk, volledig in gaan steken om Kelvin Stanks te kunnen halen. We zijn bereid om 20 miljoen euro te betalen. En daarmee stemt AZ in. Dit zal natuurlijk fenomenaal zijn om Kelvin Stanks naar Rotterdam te halen. In ieder geval, we ontvangen Kelvin Stanks en zijn zaakwaarnemer op ons kantoor. En daarmee zullen de laatste puntjes op de i gezet worden. In ieder geval, Kelvin Stanks heeft natuurlijk wel het salaris nou van 9000 euro. En ik heb al eventjes van tevoren echt eens bekeken wie de best verdiende speler van Feyenoord is. Dat is Berghuis met 21.000 euro per week. Dus
Ik wil wel voor ook de pick order wil ik daar Calvin Stanks net onder zetten met 20.000 euro per week. Zijn rol zal daarom ook cruciaal zijn bij de ploeg. Want ze gingen ervan uit dat hij een belangrijke rol zou krijgen. In ieder geval, hij gaat echt wel een cruciale rol spelen bij het Feyenoord. We gaan hem vastleggen voor 5 jaar. En dan zal hij dus net onder Berghuis de grootverdiener worden bij Feyenoord. In ieder geval, hij moet dan wel echt verantwoordelijkheid gaan pakken, Calvin Stanks. Dat is in ieder geval wel wat ik van hem verwacht. Want hij moet echt wel samen met Berghuis Feyenoord gaan dragen naar een hoger niveau. Geen afkoopclausule gaan we dus opnemen en we gaan hem ook een tekenbonus geven van 200.000 euro. En dan zal hij dus net onder de salarishuis van Berghuis zitten. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel hartstikke normaal is voor een speler van 20 miljoen euro die je dan voor een recordbedrag naar je club haalt. We gaan hem ook een bonus toevoegen van 15 goals. Nee, van 10 goals, dat is prima. Dat is netjes. Nou, met een bonus en een tekenbonus zal Calvin Stanks voor 20.000 euro per week de allernieuwste, de allergrootste transfer target wat we ook hadden toegevoegd worden aan onze selectie. En dat is echt wel, dit is echt wel een klapper jongens. 20 miljoen euro is er betaald aan AZ Alkmaar voor Calvin Stanks. Calvin Stanks, hij gaat dit seizoen vervolgen bij Feyenoord. En ja, helaas zal Larsson dus plek moeten gaan maken voor Calvin Stanks. Tja, dat was natuurlijk wel een beetje te verwachten. Onze voorhoede zal dan bestaan uit Stanks, Jurgensen en Berghuis. In ieder geval ook Larsson zal wel een plek op de bank krijgen, want Narsing zal daarmee dan bij de reservespelers staan. Stanks, Jurgensen en Berghuis. En hopelijk gaan deze voorhoede echt wel knallen dit seizoen in Rotterdam. Stanks wordt gepresenteerd aan de pers en zal dit jaar spelen met rug nummer 20. Rug nummer 10 was natuurlijk bezet door Berghuis en rug nummer 7 was bezet door Narsing. In ieder geval, hij gaat spelen met rug nummer 20 en zal daarbij de nieuwe linksbuiten worden van Feyenoord Rotterdam. In ieder geval, ik ben heel blij dat we hem nog wisten vast te leggen voor dadelijk die wedstrijden Utrecht en AZ eraan gaan komen voor de volgende aflevering. Dus in ieder geval, we hebben ons transfer targets Stanks is binnengehaald en daarmee hebben we natuurlijk hele goede zaken gedaan. Goed, voor de volgende aflevering, dat hebben we net kort al toegelicht, gaan we dus thuis spelen tegen Utrecht en gaan we de uitwedstrijd spelen tegen AZ. En daarmee zal dus ook de transfer deadline day toegevoegd zijn aan de volgende aflevering. In ieder geval, bedankt weer voor het kijken jongens en graag zie ik jullie en lees ik ook jullie berichten en wat jullie allemaal voor suggesties hebben op de transfermarkt nog voor die transfer deadline day. Dus ik hoor graag van jullie. En bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende aflevering. Ciao.